In Mariehout gaf Vivian Laarbeek een natuurwandeling door de Mariehoutse bossen, het Torreven en Vossenbergven. Door de hoge temperaturen was er een kleinere groep, maar wel een zeer geïnteresseerde. Laten we ons verrassen. Ik ben Kees Dietvorst en dit is Giel Jacobs. En wij zijn allebei IVN-gids en wij willen jullie graag rondleiden rond in de buurt van het Torreven en het Vossenbergven. Dit bos staat eigenlijk van oudsher bekend als de Mariehoutse bossen. Ik ben veel van die woeste gronden gaan ontginnen. Maar is men ook de niet ontginbare gronden gaan bebossen. Maar kijk je omhoog en zie je dat als het dat je meer licht brengt in het bos, dan komt er ook ondergroei. Dan krijg je struiken en andere planten en dat zie je dus duidelijk hier gebeuren. Dat als je ruimte maakt, dan wordt het vanzelf op een natuurlijke manier een gemengd bos. Ja. Nog een klein stukje verder, dan heb je daar bij de Koks. Dat is tussen Erp en Gemert. En dat zand is hier dus gekomen vanuit de Noordzee in de laatste ijstijd. Toen lag de Noordzee droog. En dat zand verwaaide allemaal, zoals we hier ook wel regelmatig in de zomer woestijnzand hebben, het Sahara-zand. Nou, ze was vroeger veel meer, omdat het veel dichterbij was. En op een aantal plaatsen spoelde dat weg. En op een aantal plaatsen bleef het liggen en hoopt dat zich op, zoals hier. En dan krijg je zo'n dekzand terug. Dus deze plant die heeft wel te lijden van de droogte, maar kan zich goed herstellen. Er zijn er ook die echt letterlijk kapot gaan. Bijvoorbeeld de lijsterbijster kan er veel minder op boven. Ja. En jullie weten ook waar de naam vuilboom vandaan komt? Ja. Nee? Nee. En de koeien waren uitgefroten van het gras en ze namen dit. Dan kregen die koeien nog erger dunne stront dan dat ze nou al hebben. Dus echt letterlijk aan de diarree. Dus vandaar de naam vuilboom. Omdat die beesten die waren smerig en vies. En dan verteert hij de hele boom op den duur. Ja. Verder werden bomen gekapt. Hè? Het hout was het bouwmateriaal. 10 centimeter in een eeuw, zeggen ze wel eens. Hè? Ja. Dat, ja. Te zien. Ja, waternavel. En veenmos is de plant die voor de vervening zorgt en die uiteindelijk de turf levert. Want dat veenmosplantje dat zit sowieso al in zuur water en is zelf ook een beetje zuur. En als het doodgaat dan verrot het niet. Dit soort vennen, dit ven ook. Dit niet geworteld, het drijft. Dat zit niet geworteld, die hebben geen wortels. Nee. Dat drijft gewoon en je ziet wel hier een soort worst, maar als we kijken waar die vandaan komen, kijk, die komen van het gras. Ja. Met heel veel druk en dan krijg je turf. En je had bosarbeiders voor de bossen, maar de gemeentes doen het niet meer zo. Hè. De plantsoenendienst is er niet meer, dat is meestal ook een soort tuinbedrijf die dat doet. Ja.